Ja, hopelijk dat ik niet afval. Ik hoop dat je blijft zitten. Ja, dat hoop ik. Aan de andere kant is het wel leuk en sensatie voor de video als je eraf valt natuurlijk. Nou, laten we. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het kanaal van Horse Shop. Ik ben vandaag bij Jordi. Jordi, vertel eens wie je bent en wat je doet. Nou, ik ben Jordi Wilke. Ik doe voornamelijk eventing rijden op het hoogste niveau. Tweede van Nederland bij de senioren. Meermaals junior en jong rijderkampioen. Kampioenschappen gereden voor het Nederlands team. Wij doen het opleiden en het uitbrengen van paarden tot op het hoogste niveau dus. Ook in het springen. Daarnaast doen we wat handel. En we zijn met de stal net verhuisd naar deze supermooie locatie in Rijssen. Dus jullie hebben een klein beetje de primeur. Ja, echt super vet. Dus ik neem jullie vandaag mee op een staltour op dus Jordi's nieuwe locatie. Ja. Dus we gaan deze hele mooie stal zien. En we gaan nog wat supplementen van Vitastel. Uiteraard. Want jij wordt gesponsord door Vitastel. Ja, klopt. Dus we gaan even kijken wat jij je paarden geeft en waarom. Ja, nou dat is geen probleem. Ik geef jullie graag een inkijkje. Laten we beginnen. Top. Dit is Wilbert. Eigenlijk mijn tweede paard op dit moment. Loopt 4-ster. Naast Burry, die nog deze kant op moet komen. Maar die de meeste mensen kennen die gelukkig al wel. Is dit mijn tweede paard. We hebben hier een hele knappe 4-jarige. Jong paard in opleiding. Ik denk een heel goed eventing paard. Dus mooi paard. Ja, en supermooi. Hij is heel lief. Dus dit is eigenlijk ons gangpad. Je ziet de dames al druk bezig met jouw topper een beetje weer wit te maken. Oh. Want je mag op een schimmel. God, ik mag op een schimmel. Ja. Jongens, als jullie willen weten, we gaan zo meteen nog een video opnemen. Die komt, of die is online, of die komt hierna online. Maar ik mag een cross gaan rijden met les van Jordi op deze knappe schimmel. Dus. Ja, dus de meiden zijn er nog een beetje wit aan het proberen te maken voor jou. En dan hoop ik dat je de crossles overleeft, hè? Dat hoop ik ook. Maar dit is dus ons gangpad. We hebben hier mooie 4 wasplaatsen. Zoals je ziet hebben we hier de nieuwe stallen. Die zijn bijna helemaal klaar. Dus we hebben hier een extra gangpad met nieuwe stallen. Het is nou nog een beetje een rotzooitje. Wel heel erg mooi. Ja, supermooi. En we wouden heel graag die open voorfronten, dat de paarden lekker naar buiten kunnen kijken, contact met elkaar kunnen maken. Dat is gewoon heel belangrijk. En we hebben hier nu wat minder in gebruik, maar natuurlijk de binnenhal. Ideaal voor in de winter. En met jonge paarden en dat soort dingen. Ja, mooie grote binnenbaan ook. Ja, mooie ruimte. Ja, super de ruimte. En dan, dan gaan we eigenlijk naar de parel van deze accommodatie. En dat is buiten. Ja. We komen hier buiten, hebben we een mooie stapmolen, paddock. Onze favoriete baan natuurlijk, de 2060 dressuurbaan. Wat minder. Ja, die gebruiken we heel iets minder. We hebben hier eigenlijk een hele mooie ruitershop op de accommodatie, dus dat was ook ideaal. En dan, als je een keer iets snel Ja, dat is echt ideaal, want dan rennen we naar binnen of we kijken snel even op de website en dan kun je zo mooi online bestellen, dus dat is super. Heerlijk dat de paarden ook gewoon lekker buiten komen. Altijd, dat is super belangrijk. Ja. Ze staan bij ons vaak ook samen. Ze gewoon lekker paard kunnen zijn. Want we vragen zoveel van die paarden in de topsport. En de opleiding daarvan. Dat het heel belangrijk is dat ze ook even hun eigen momentje hebben. En even paard kunnen zijn en even kunnen clearen. Sociaal contact. Ja, precies. Hier hebben we dan nog wat paddockjes. Ja, en hier hebben we een giga springpiste. Ja, echt super vet. Ja, hier dat zijn onze eerste speeltuin eigenlijk. Supermooie grote piste. Staat altijd een springparcours. Dus ook met de jonge paarden. Al rijden maar tussendoor. Daar leren ze zoveel van. En dat is gewoon heel indrukwekkend. Ze komen hier. En na een week eigenlijk kun je ze overal op concours rijden. Want als je ze hier rond kan rijden, kan je ze op ieder concours rijden. Daarachter hebben we dan wat weidjes. En we gaan nog even naar die kant. Want we hebben nog iets veel mooiers, dat vind ik. Dat is natuurlijk het allermooiste van de sport. Ja, 100%. Ja, natuurlijk, dressuur en springen is net zo belangrijk natuurlijk. Uiteraard, kijk, het begint natuurlijk met de dressuur. Hè? Dat blijft de basis. Als jij je paard goed kan schakelen, goed de bocht om krijgt, zonder dat hij uit de bocht vliegt of door je binnenbeen heen valt. Daar begint het allemaal bij. En dan ga je springen. En als je dat goed onder de knie hebt, dan kun je ervoor kiezen om te gaan crossen. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de stoere tact. Ja. En jij met crossen krijg je gewoon nog meer een kick als dat allemaal lukt dan met springen en dressuur.
Al is dat natuurlijk ook heel gaaf als dat gewoon lukt. Ja. Omdat je zo samen met een paard, met een levend iets bezig bent. Dat is gewoon iets unieks en dat zul je in geen andere sport vinden. Nee. Vertel eens wat over jouw toppaard eigenlijk, Burry. Burry, ja. Burry die is gefokt door mijn opa. Ja. En ik heb zijn moeder nog steeds. We fokken nog ieder jaar een veulentje. We hebben nu Tina, die staat hier in de wei, daar met vliegendeken op. Die komt dus uit dezelfde moeder. Die hebben we in opleiding. Die is 7 jaar en die loopt ook al 2-ster. Burry, je ben ik tweede in het Nederlands kampioenschap. Ja. Ik heb al verschillende kampioenschappen met hem gereden. Dat is mijn toppaard. Abnormaal, fenomenale machine in de cross. Ja. Maar die kocht ik eigenlijk, of nou ja, opa had hem verkocht. Toen konden we hem terugkopen. Want was niet zo lief met hem omgegaan. Nee. En opa zei, ik kan er niks meer mee. Wil jij het proberen? En toen hebben we hem op stal genomen. Ik zei, nou, ik probeer het wel en we gaan kijken wat Schipstrand. Ja. En 2 jaar later liep hij al internationaal. Ja, en nou is het gewoon het paard met de meeste 4-sterren finishes over de wereld. Dus dat is wel heel gaaf. Iets heel unieks. Ja. Hij is natuurlijk al 16 jaar, maar nog super fit. Hij doet het goed. Wat hoop je nog te bereiken met hem? Ik hoop dit jaar de wereldruit te spelen met hem te rijden. Oh, dat zou heel en zijn. Ik heb al 1 keer 5-ster met hem gereden, maar ik wil eigenlijk nog wel 1 keer 5-ster rijden. En dat is iets unieks. Op het moment zijn we de enige combinatie in Nederland. Bestaande ruiter en paard die dat hebben gereden. Dus dat is wel heel vet. Alleen daar willen we nog iets verder uitbreiden. Ja. Dus dat heel is het doel. Heel gaaf. En daar trainen we voor. Ja. En dat doen we allemaal hier. Ja, nou laten we snel naar de cross in. Ja. Ja, we beginnen natuurlijk eigenlijk gelijk met iets heel gaafs en dat is de waterbak. Ook altijd een heel spannend onderdeel weer. Daar gaat het echt om vertrouwen tussen mens en dieren. Ja. Het paard moet op jou vertrouwen dat hij die waterbak in kan. Ja. En jij moet het paard vertrouwen dat hij het ook gaat doen. Ja. En daarom hebben we hier allerlei verschillende mogelijkheden om dat te trainen. Je kan er gewoon inlopen met een boomstammetje erin of eruit. Of een wat grotere hindernis erin en eruit. En zo kun je dat rustig opbouwen. Vertrouwen opbouwen met het paard. En zo maak je dat dan steeds ietsje moeilijker. Dan hebben we hier dus de weitjes. Paarden staan lekker samen. Tina. Relaxed. Ja. Tina, Offspring. Alle topspaarden staan hier in principe al. Alleen Burry en Chappie moeten nog deze kant op. Maar die ga ik vanmiddag halen. Oh. Zijn we net te laat vieren. En hier kunnen we dus lekker het bos in. Daar staan ook allemaal hindernissen. Maar als we al die bospaadjes moeten lopen, dan zijn we tot morgen nog bezig. Dus hier hebben we heerlijk de ruimte in het bos. Ben ik in ieder geval goed warm gelopen voor straks. Ja, precies. En dan kun je dus ook goed trainen, hè, als je het bos uitkomt of het bos ingaat. Dat het paard begrijpt dat hij gewoon zijn job moet doen. Ja. En dat je dat rustig opbouwt en steeds iets moeilijker maakt. Zodat het ook leuk blijft voor het paard en dat ze daarin groeien. En dan zie je gewoon dat die paarden toch met het crossen het zelf ook nog veel leuker vinden dan het dressuur of het springen. Dat ze nog iets actiever worden, enthousiaster. Ja. En dat is wel een heel gaaf gevoel als je zo'n motor onder je hebt, als het ware, die bijna explodeert in de startbox van yes, we mogen weer. Ja, heel vet. Hi! Hey. Oh ja, ik ben heel eng. Ja, die is vast 4 jaar oud, hè? Dus die denkt, wat is dit allemaal? Echt nog zo'n puppy, poppenkast. Kun je ook echt zien. Ja, hij is heel uitgegroeid, dus hij is nog een beetje bloot. Maar hij is 5 centimeter gegroeid het laatste half jaar, dat is echt bizar, ja. Het wordt een groot paard. Ja, dat wordt een groot paard. Ja, dan hebben we hier eigenlijk de grote speeltuin, waar we zo meteen natuurlijk ook met jou aan de slag gaan. Oh god. Van allerlei hindernissen, van simpele boomstam, van BB zeg maar, tot en met 3-4-ster hindernissen, op, afsprong, heuveltjes, breed naar smal. Echt alle opties hebben we hier. Dus je begint, dat zul je in die andere video ook zien, dat we gewoon rustig op een boomstam beginnen. En dan gaan we dat langzaam uitbouwen en steeds iets moeilijker maken. Omdat je natuurlijk op een vreemd paard gaat. Ja. Is voor jou anders, voor het paard anders. En dat moet dan samen groeien. Ja. En we gaan kijken hoe we dat in balans kunnen brengen. Heel gaaf. In de crosstraining. Ja. Want ik start natuurlijk met mijn eigen ponycross, zoals jullie wel weten, in de L-eventing tussen de paarden nu. Ja. En die doet eigenlijk heel goed. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het op een groot paard. Ik heb wel gesprongen op grote paarden, maar ik heb geen eventing paarden staan. Dus, Nee, en dat is toch anders. Ja. Dus maar dat gaan we allemaal meemaken. Ja, hopen dat ik er niet afval. Ik hoop dat je blijft zitten. Ja, dat hoop ik. Aan de andere kant is het wel leuk en sensatie voor de video als je eraf valt natuurlijk. Nou, laten we dat maar niet doen. Nee, liever niet. Ja, dus dit is eigenlijk onze grote speeltuin. Hier gebeurt alles in opleiding, training. Vertel eens wat over de trainingen van jouw paarden eigenlijk. Hoe train je jouw paarden bijvoorbeeld naar een grote wedstrijd toe? Of... Nou, wat heel belangrijk is in training is afwisseling. Hè? Dus we rijden dressuur, we rijden paarden zeker 1 keer in de week gewoon lekker in het bos. Ja.
een dagje aan de longeerlijn, dagje vrij. Ja. Niet vaker dan één keer in de week springen en niet vaker dan één keer in de week crossen. Ja. Want het slechtste wat je kan doen is overtrainen. Ja. Hè, dus je wil de paarden wel voorbereiden, je wil ze optimaliseren, maar je moet ze ook fris houden in hun hoofd, dat ze het leuk blijven vinden. En als je dingen blijven leuk als je het met mate doet. Ja, en als je het te veel doet, dan gaat de lol eraf. En nou ja, dat werkt gewoon niet. Nee. Dus het is heel belangrijk dat we veel afwisseling doen. Buiten rijden. Iedere keer andere dingetjes als je aan het springen bent. Maar ook als je aan het dressuurrijden bent. Niet de hele tijd hetzelfde rondje rijden. Ja, veel wendingen. Schakelen. Net zoveel links als rechtsom rijden. Want wat je veel ziet is dat veel mensen toch vaker linksom rijden. Omdat het de makkelijke kant is vaak. Ja. Dus het is belangrijk dat je dat heel mooi in balans hebt. En lekker naar buiten. Maar ook als je bijvoorbeeld gewoon wel een keer serieus getraind hebt. Gewoon even lekker buiten 10 minuten uitstappen in het bos. Ja, of langs de weg. Of dat ze even... Ja. En het werkt eigenlijk ook ontspannend voor jezelf. Dus het is een win-win situatie. Want als je paard lekker kan relaxen, dan kunnen wij dat vaak ook. Ja, dus zeker. Die balans is heel belangrijk. Ik vind die afwisseling heel belangrijk. Ja. En dan de rest qua opbouw en training naar een wedstrijd toe is per paard verschillend. Omdat je met een ander paard, met een vijfjarige zit je op een lager niveau dan met Burry bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon heel lastig. Ja. Dat is ook lastig uit. Daar heb ik niet een standaard schema voor. Ik ben heel erg een gevoelsruiter. Dus als ik voel dat mijn paard wat meer behoefte heeft aan een springtraining die dag, dan gaan we die dag springen. En daar houden we dan wel de balans in. Maar het is heel belangrijk dat je blijft aanvoelen wat je paard aangeeft, denk ik. En dat maakt je dan als combinatie ook sterker. Ja, ja, zeker. Nou, laten we naar het management gaan van jouw paarden eigenlijk. Let's want go. Dat is ook heel belangrijk. Jazeker. Nou, we staan in de zadelkamer, voerkamer. Ja, en klopt. Hier heb je ook al jouw Vitastel-producten. Ja, bijna allemaal. Want de hondenbrokjes van Missy, die staan hier niet. Oh. Maar Missy, die krijgt hondenbrokjes van Vitastel. Dat is wel super grappig. Ja, dat is echt super leuk. En dan daar hebben ze ook verschillende leeftijden en zo. Dus dat is ideaal. Ik kan mooi mee groeien met mijn kleine mermaid, hè? Kun je er wat over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Dan beginnen we gelijk met mijn favoriete product. En dat is de Oerbalans. Gebruik ik vaak bij de paarden die toch wat moeite hebben met vitamine, mineralen te houden. Naast ons normale voer wat wij voeren. Vooral jonge paarden die bijvoorbeeld net vanuit het land naar binnen komen. De sportpaarden die veel stress krijgen en daardoor toch bepaalde dingen verliezen. Die Oerbalans gaat helemaal terug naar de basis. Basiskruiden, mineralen. En dat helpt gewoon heel erg bij dat soort paarden. Daarnaast hebben we nog zoveel andere producten. Onze paarden krijgen standaard lijnzaadolie. Want dat is gewoon fijn. Daar gaan de paarden beter door uitzien. De vacht wordt beter. En ze zitten gewoon wat lekkerder in hun vel. Op de wedstrijd bij de internationale paarden gebruiken we de elektrolytenmix. Dat is zodat ze wat meer vocht opnemen. Want ze verliezen tijdens de wedstrijd, tijdens het sporten, net als een mens, heel veel vocht. En die elektrolytenmix die zorgt ervoor dat ze goed blijven drinken en genoeg vocht opnemen. We hebben de spierkracht. Daar staat Chappie op natuurlijk. En dat is gewoon ideaal met een paard die wat stimulans nodig heeft om de spieren op te bouwen, sterk te houden. En dat houdt ze ook nog wat soepeler. Dus die gebruiken we bij Chappie samen met soepel gewricht. Want Chappie is een beetje mijn zorgenkindje. Die heeft het een klein beetje nodig om alles soepel te houden. Daar zou ik zelf ook wel eens wat van willen nemen, want dat kan ik zelf 's ochtends ook wel eens gebruiken. Maar dat houdt alles net wat soepeler en losser. En dat is allemaal ietsje makkelijker. Kijk, en als we nou een jong paard binnenkrijgen die bijvoorbeeld of wat schimmel heeft, of regenrot, of dat soort dingen, die kregen we vaak Immunoboost. Boost natuurlijk, sorry. Dat zegt het eigenlijk zelf al. Hè? Dat helpt het immuunsysteem een beetje te ondersteunen. Die geeft een booster, zodat je daar allemaal wat makkelijker tegenaan kan werken. Zorg dat weer wat beter in zijn vel zit. En dan hebben we Curaçao en die heeft een beetje slechte voeten. En die heeft de peesblessure gehad. Dus die krijgt hoef en pees. Dat ondersteunt de groei van de voeten. Het helpt bij de peesaansterking en de opbouw daarvan. Dus dat is ideaal. En als je nou een paard hebt wat bijvoorbeeld wat last heeft van de luchtwegen. We hebben één paard die is een beetje snel verkouden. Die krijgt Longvitaal. Die zorgt dat alles bij de luchtwegen een beetje op orde blijft. En die ondersteunt daar heel goed in. Dat is denk ik even in echt een hele speed-versie wat wij voeren. Want als we alles helemaal uitgebreid moeten gaan uitleggen, dan zijn we nog wel even bezig. Maar dan heb je een klein beetje een idee waar de producten voor staan en waarom wij ze gebruiken. En waar wij dan de goede ervaringen mee hebben. Want dat is de reden waarom we dit gebruiken. Want anders dan voegt het voor ons niet zoveel toe.
Wat is nou eigenlijk jouw favoriete product? Ja, daar begon ik natuurlijk eigenlijk al mee, want dat is de Oerbalans. Want ik vind dat een heel krachtig product. Het is zo mooi als zo'n bedrijf teruggaat naar de basis van de kruiden en mineralen die een paard nodig heeft. En dat is eigenlijk een ondersteuning die je bij ieder paard kan gebruiken, omdat het de basis ondersteunt. Dus dat is echt mijn favoriete product. Ja, en daar hebben we zometeen nog iets leuks mee, want we mogen namelijk één zo'n zak Oerbalans weg gaan geven. Oh, dus, dat is wel heel gaaf. Heel gaaf. Wat moet je daar nou voor doen? Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Horse Shop. Volg Vitalstijl even op Instagram en laat in de reacties weten waarom je graag Oerbalans zou willen winnen. Ja. Dus, ik hoop dat ik goed genoeg heb kunnen uitleggen waar het product voor staat. Ja? En dan hoop ik dat jullie kunnen uitleggen waarom het product bij jullie paard of pony zo goed zou kunnen helpen. Ja, dus laat het even weten in reacties. En wie weet heb jij binnenkort wel zo'n zak in huis. Doe je best. Nou, dan zijn we al bij het einde van de eerste video aangekomen. Snel, hè? Ja, ik wil jou heel erg bedanken voor deze rondleiding op deze super gave plek. Ja. En hoe kunnen ze nou contact met je opnemen? Want jij geeft ook lessen en zo. Ja, we geven veel lessen. En nou, deze nieuwe locatie is natuurlijk nog makkelijker, want ik kan hier aan huis springen, cross training geven en natuurlijk ook dressuurtraining. Ja. De meeste mensen doen dat via de website jordiwilke.nl of je kan natuurlijk gewoon even Insta DM'en. Ja, we zetten linkjes hieronder in de beschrijving, dus top. Kunnen jullie Jordi heel makkelijk vinden. Nice. En, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, duimpje omhoog te doen en tot de volgende keer. Doei doei! Doei, doei.